Maastricht, een eeuwenoude stad in beweging. Zeker ook als het gaat om stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen, cultureel erfgoed en zelfs op interieurgebied. Als we alleen al kijken wat er de afgelopen 25 jaar is veranderd. Woningen, winkels, wijken, maar ook culturele instellingen, parken en monumentale panden. Architectonische ingrepen hebben er gezorgd voor het veranderende gezicht van Maastricht. We zijn hier op de Avenue Céramique. En de Avenue Céramique ligt in het centrum van het keramiekterrein. Een voormalig industrieterrein, de keramische industrie. In de jaren 90 van de vorige eeuw is hier een plan ontwikkeld door Jo Koenen, een masterplan, om dit om te vormen tot een moderne wijk voor de 21ste eeuw. En dat is gelukt. We gaan hier specifiek kijken naar één onderdeel. Dat is een appartementencomplex La Forma. Dat is van het Maastrichtse architectenbureau Harry Gulikers, inmiddels het bureau Slange Horstenbach. Het is een eenvoudig, schijnbaar eenvoudig bouwblok. De crux zat hem destijds erin van hoe ga je dit bouwblok situeren in het gegeven dat het een carré moest zijn binnen zeg maar het beeldkwaliteitplan wat Jo Koenen had geschreven. Vanuit die regie denkende van hoe ga je de massa van dit bouwblok maken met zijn binnentuin, met zijn gevels aan de straat, met zijn doorgang, met zijn openingen naar de stoa-zijde toe. Hoe ga je daarmee om? Nou, we hebben gezocht naar verschillende materialen. Hoe kun je dat materialiseren? Hoe kun je de architectuur van dit blok maken, zodat het zich toch onderscheidt, ondanks een ogenschijnlijke eenvoud? De horizontale lijst van beton, gepigmenteerd beton, met een gebroken kopse kant. Dat had een doel om te zorgen dat de vervuiling uniform zou plaatsvinden, dat er niet van die lelijke strepen ontstonden. De penanten die allemaal dezelfde maat hebben, ongeveer 1,05 meter, dacht ik, die verschillend gesitueerd zijn over de verschillende verdiepingen, zodat niet in één oogopslag duidelijk is waar zit wat. Maar inzoomend ontdek je daar steeds meer in. Je ziet dat het metselwerk gelaagd is opgebouwd. Dus sommige lagen springen naar voren, sommige lagen springen naar achteren. Het zijn koude stootvoegen. En de plint is helemaal gemaakt van gezaagde hardsteen. De onderste rand aan de avenuezijde is daar nog in gebrand. Zodat er inzoomende op het gebouw steeds meer valt te ontdekken. Ook de binnentuin die een hele rustige indruk maakt, met een heel groot portaal toch is verbonden met de stedelijke ruimte aan de avenuezijde. We staan hier nu binnenin en je merkt dat het hier een stuk rustiger is dan aan de avenuekant. Terwijl het toch visueel heel erg open is. Datzelfde geldt voor de doorgangen die gesitueerd zijn naar de stoa-zijde. Het mooie is, de meeste mensen zien dat niet eens, is dat het bouwblok wat nu helemaal separaat staat, zelfs iets uit de rooilijn is geplaatst. Dat hebben we in overleg met Jo Koenen kunnen doen. Zeg van, als je dan aan de zijde van de stoa staat, dat je het perspectief in de straat even losmaakt, even doorbreekt, zodat de stedelijkheid daar verbijzonderd wordt en dat aan de kopse kant een heel mooi plekje ontstaat. Verder is het idee gekomen van de verdere materialisatie om zeg maar, de kopse zijdes die aangesneden zijn vanuit het bouwblok uit te voeren in travertijn, hele lichte travertijn, zodat daar ook in materiaal een heel ander beeld gaat ontstaan, terwijl het metselwerk
de blokken zijn gemaakt als waren het bakstenen. Eigenlijk precies hetzelfde is gemaakt als de bakstenen die, zeg maar de oranje-rode bakstenen die de penanten vormen. Dus dat geeft een heel rustig beeld waar toch veel is in te zien. We hebben dat zelfs doorgezet. Als je kijkt in deze doorgang, er staan een aantal kolommen die niet constructief zijn. Die zijn puur esthetisch, om dat hele verhaal, om die ritmiek, die doorbreking van die ritmiek, zeg maar spannend te maken. De hellingbanen die het hoogteverschil moesten opvangen, want de appartementen liggen ongeveer een meter boven maaiveld. Daardoor kon er een gronddekking komen waardoor er bomen konden groeien. Dus een heel geleidelijk loopt het maaiveld, zeg maar de traptredes, en met zijn hellingbaan loopt langzaam naar het binnentrein toe. Het binnentrein is ook dezelfde travertijn die in de Kopse gevels zijn gebruikt. Is hier zeg maar een soort tapijt gelegd om het groene tapijt wat hier in het midden, de tapivair in het midden, met hun bomen die een hele specifieke sfeer hier bewerkstelligen. Bomen zijn zo geplaatst dat de mensen die aan de zonzijde zitten zo weinig mogelijk last hebben van de, zeg maar, de hoge bomen. Hier aan de Avenue Céramique zijn prachtige appartementencomplexen gerealiseerd. La Forma is er één van. Als we deze avenue zien als een soort boulevard uit Parijs en we denken aan Haussmann, dan kunnen we ons ook voorstellen dat deze blokken enige associatie hebben met de bouwblokken uit Parijs. En dat geldt zeker voor het project La Forma hier. Door zijn prachtige uitstraling, zijn robuustheid, maar ook zijn materiaalgebruik en het spel met licht en donker is een fascinerend project.